Ik heb een spelbord hier zitten en we gaan non-lineair presenteren. Dus we gaan niet met de klikken van A naar B naar C tot en met Z. Nee, we gaan non-lineair. En jullie mogen een getal roepen. 48. Is even kijken, 48. Dan moet ik hem even zoeken. Ja, daar is die. Daaronder. 48. We gaan eens kijken wat erachter zit. Hé, hey, een inspiratieprezie. Gaan we nu verder niet op in, maar deze presentatie, deze prezie, die komt ook online staan. Dus jullie krijgen het linkje. Ga zelf eens kijken, want dit is een leuke. Zeker eens op kijkmaat. Een hoop inspiratie is eruit te halen. Nee, er is niet 49 geroepen, dus kom maar nieuw getal. 13 hoor ik. Hoor ik daar 13? Wie was het getal 13? Jan Willem was het getal 13. Oeh, dat had ik niet verwacht, maar is interessant. Nee, dit is maar één studeert. Nee. Nou, serieus niet. Ik weet niet wat president van. Ik ga ook uitleggen waarom het zo leuk is. We beginnen eens niet bij 13, we beginnen bij 10. Dus we gaan Jan Willem eventjes in spanning houden. Goed, nummer 10. Het Coca-Cola logo. Dames en heren, geachte aanwezigen, logo's in Prezi moet je er niet zo laten uitzien. En nou zal het op het beeldscherm of op het beamer meevallen, maar deze zit vol met pixels. En pixels, ik ben grafisch vormgever, pixels zijn lelijk. In het geval van een logo zijn ze zelfs onprofessioneel. Want een logo, als het nou je eigen bedrijfslogo is of dat van je klant, dan moet je er gewoon voor zorgen dat het er super strak uitziet. Je wil professioneel overkomen, doe dat dan ook. Dus als je in Prezi een logo gebruikt, gebruik een vectorbestand. Knippen en plakken. Plaatjes van internet. Ik noem dat knippen, plakken, poepen. En waarom noem ik dat knippen, plakken, poepen? Omdat je op internet een plaatje vindt. En de eerste, de beste die je vindt, die plak je erin. Waarbij je niet hebt nagedacht over de witte achtergrond. Als je iets verder had gezocht, had je dit plaatje gevonden. Ziet er gelijk veel beter uit. Pak mee als tip. Knippen, plakken, poepen is ook dit. En het eerste de beste plaatje wat je vindt van een hondenzakje over die rol heen plakken. Maar er zit wel witte ruimte omheen. Dat is toch zonde? Dit ziet er goed uit, vind ik, als grafisch vormgever. Dit zou stukken beter zijn. Goed, ik ga straks waarschijnlijk nog uitleggen hoe je zoiets voor elkaar krijgt. De tip, de gouden tip, ga niet knippen, plakken, poepen. En waarom niet? Je komt gewoon over als iemand die het snel afraffelt. Die sneller houden, hoe noem je dat? Lang houden, snel thuis is. Het is gewoon zonde. Echt, gewoon niet doen. Dat is 13, ja, Jan Willem. Je hoort het al. En dat, dit is niet ingestudeerd. Jan Willem, ik geef vandaag een aantal champagne momentjes weg. Jij bent een van de gelukkige winnaars. De eerste. Ja, het is. Is ook niet te geloven. Je zal balen, maar je krijgt een privéles aangeboden. Tom Cruise, je kent hem, degene die door de crisis heen vliegt, zorgt dat jij altijd zo misselijk wordt. Je krijgt les van Tom Cruise hemzelf. Je bent bij deze uitgenodigd om bij mij te wonen, waar ik een paar uur nog presenteren. Ik ga eens kijken of ik jou echt enthousiast kan krijgen. Eens kijken wat het ons brengt. Ja, Bugs. Prezi Bugs. Alle mensen die met Prezi werken, die zal dit zullen wel gewend hebben. Het is een vrij recentelijk nieuwe tool. Hij bestaat al 5 jaar, maar Prezi is in ontwikkeling. Dat betekent dat je rekening moet houden met bugs. En daar heb je af en toe goed last van. Zoals ik al zei, ik ben geen Prezi guru, Jehovah, mooi term van Jan Willem, die alleen maar halleluja, halleluja zegt. Sterker nog, ik ben een hele kritische Prezi gebruiker. En ik zit ook bij het in het beter team van Prezi. Ik leg voor hun ook de lat hoog. The sky is the limit. Een aantal voorbeelden zoals je Prezi in zou kunnen zetten. Presentaties door een spreker, een productpresentatie voor een boekbedrijf. Workshops kun je ook gebruiken. Financiële rapporten, jaarverslagen, portfolio's, cv's, vakantiefoto's, spreekbeurten. Verkoop van je huis bijvoorbeeld. Ik zag gisteren toevallig er eentje voorbij komen. Dat zag er hartstikke leuk uit. En natuurlijk plaatsen op social media. Het leuke van Prezi's die je deelt, is dat het gewoon als een olievlekje kan verspreiden. Don't do the crime if you can't do the time. Ik hou ervan van kreten. Als je geen tijd hebt, begin er dan maar gewoon niet aan.
Prezi is verslavend, het is leuk, maar het kost tijd. Als je die tijd weer wel in wil stoppen, kan je een prachtig mooie ding maken. En last but not least, het gaat erom dat je lol hebt. Het is een leuke tool waar je leuke dingen mee kan maken. Waar je tijdens het maken ook een hoop plezier hebt. Ik heb hier 3 dagen lang op zitten zweten, maar ik heb ook rot gelachen. De meest fantastische plaatjes heb ik op boeren voorbij zien komen. Ik heb lopen jatten bij het leven, alles wat hierin zit is gejat. Er zit zelfs 1 dingetje in mijn stokbureau. En als ze erachter komen, I mean as will be kicked. Maar goed, we gaan het zien.